U hebt heel veel jaren bij Bortelmans contrapunt en harmonie gestudeerd? Ja, ik vermoed, want ik weet dat niet meer precies, dat zal wel 5 jaar zijn. 39, 43, zoiets, 44. En hoe was Bortelmans als pedagoog? Ja, dat was zeer speciaal. Minimale aanduidingen wat betreft de theorie, harmonie, contrapunt ook, maar maximale voorbeelden uit de muziekliteratuur. Dat is eigenlijk een zeer originele, er zijn er nog anderen die dat ook doen, hè? Maar ik vond dat zeer interessant, want daardoor kreeg ik ook enigszins een verrijking op stijlgebied. Hij speelde allerlei werken, zelf, speelde goed piano. En wat liet hij u dan vooral horen? Och, bijzonder de sonate van Beethoven. Ja, de sonate van Beethoven, dat was voor hem het toppunt van compositie en ook pianocomposities. Liet hij u nog andere muziek horen dan die Beethoven sonates? Ja, hij speelde dagelijks preluden en fugas van Bach. Hij speelde ook dikwijls bepaalde stukken van Schumann, het concerto, de symfonische etudes, dat waren voor hem bijzondere werken. Vooral het pianoconcerto van Schumann lag hem nou aan het hart. Ja. Dat was voor hem iets formidabels geweest toen hij dat ontdekte. Je moet zich voorstellen, nu horen wij dat. Platen, radioconcerten, maar in zijn jonge jaren, ja, bestond dat allemaal uiteraard niet. En dan heeft hij die partituur ontdekt en hij is er werkelijk zo mee zo in opgegaan, hè, dat hij zegde dat zelf, ik heb nooit een vrouw zo bemind als het concerto van Schumann. Niettegenstaande zijn bewondering voor Schumann, vond hij toch wel dat zijn liederen op minstens even hoog pijl stonden als die van Schumann. Ja, hij had wel een serieus bewustzijn van zijn eigen waarde. Het was eigenlijk tegelijkertijd, Bortelmans was een zeer eenvoudig mens, maar enorm belezen. Met eenvoudig wil ik zeggen, ook in zijn muziek. Zijn muziek betuigt van vakmanschap, van een hoge graad van metierkennis, maar boven alles is voor hem de natuurlijkheid, de eenvoud, de grote waarde. Hij had ook een zekere klassieke vormbeheersing eigenlijk in sommige van zijn... Ja, zeker. Ik moet zeggen, de meeste, het waren niet altijd ABA-vormen, dikwijls wel. Maar de manier waarop hij een thema hanteerde, ja, dat was bijna perfect meestal. De manier van bepaalde variatie te brengen, verkorten, vergroten, dat was echt een grote kunst bij hem. Enfin, dat is bij hem. Zijn er werken waar die klassieke vorm heel duidelijk is? Ja, de meeste. De meeste in het bijzonder in zijn impromptu, in B, maar ook in het Wielewald, in het Leeuwwerk, in allerlei werken, is de vorm zeer verzorgd. Mm-hmm. Ja. Voelt u als pianist dat het een pianist is die werken heeft geschreven? Ja, zeker. Het is geen virtuoos die het geschreven heeft. Het is een pianist. Ik wil daarmee zeggen... dat het ontstaat uit de geest van een scheppend muzikus die tegelijkertijd weet hoe men het moet realiseren. Maar het ontstaat niet zoals bij een Chopin bijvoorbeeld, of bij een Liszt uiteraard, die werkelijk uit het instrument de muziek halen. Bij Bortelmans is het dus minder, maar het is toch een pianist... Dus het is niet alleen maar speelbaar. Ja, uiteraard moet het speelbaar zijn. Maar er is bij hem een serieuze graad pianisme. Dat wel. Componeerde hij gemakkelijk? Ja en nee. Het ging tamelijk snel, maar het was vooraf gegaan, dat heb ik van zijn vrouw horen vertellen, door soms meerdere dagen waar hij...
helemaal in zichzelf teruggesloten was en onbereikbaar en ook onmogelijk in het dagelijks leven. Hij ging soms dan weg, een dag, soms meerdere dagen. En het, ja, het giste, precies, ja. En dan kwam het klaar en ja, het is natuurlijk niet meteen schrijfbaar, maar toch ging het tamelijk snel. De meeste van zijn pianostukken zijn op één dag geschreven. Hij was ook een meester in het kiezen van de gedichten eigenlijk. In tegenstelling tot veel van zijn Vlaamse tijdgenoten. Ja, hij was smaakvol ook op dat vlak. Wel, hij was zeer belezen, Franse literatuur, maar natuurlijk uiteraard ook Vlaamse dichters, Vlaamse schrijvers.